Bart Gerards is de ballonvader. Hij is afkomstig uit Ole. Heeft in 2002 zijn brevet gehaald. Heeft al gevaar in Canada. Heeft gevaar in Europa. Eigenlijk bijna de hele wereld al over. En kijk eens, de zon schijnt tegen de mooie gele Funny Bunny aan. En vervolgens weet hij ook niet waar hij naartoe gaat. Ja, hij gaat in de richting van Duitsland. Een ballon niet te besturen. Je kunt alleen maar varen op waar je naartoe gaat. Erik Jan Doornmaal, ja, de blanco ballon ook los te komen. Het applaus blijft maar klateren op Jarno Doornmaal. Moeten we zeggen. Jarno Doornwaard, ook voor jou, jongeling, 25 jaar jong, afkomstig uit Omme. Ze brevet gehaald in het jaar 2005. En vandaag dus opstijgen in zijn blanco ballon. En kijk hem eens gaan. Relaxed, rustig, varend. Ook weer voor hem in de richting waar hij heen gaat. En ook voor de passagiers, een van de meest spectaculaire momenten is natuurlijk te opstijgen. Je ziet dan die aarde kleiner worden. Je weet wel, sommige mensen weten wel wat het is om met een vliegtuig te vliegen. Maar varen met een luchtballon is natuurlijk onvoorstelbaar gaaf om dat mee te mogen maken. Het is eigenlijk helemaal niet zo duur. Je betaalt om €150 en vervolgens hang je gewoon een uur lang in de lucht. En dan kijk je naar alle moois. Kijk naar het geweldige uitzicht wat je dan mag aanschouwen. En vanavond is het uitzicht. Geweldig mooi, wat kunnen we wel stellen. Meer dan 10 kilometer zicht. En kijk ook eens naar de volgende.